Hallo, mijn naam is Charlotte Rwand en ik ben kantoorverantwoordelijke van het kantoor Poperingen en Yper. En ik zal jullie vandaag iets meer vertellen over het al dat niet mogen houden van huisdieren in een huurwoning. Dus het is zo dat geen enkele wet of verdrag eigenlijk de huurder het recht heeft op het houden van een huisdier. Maar wat dat we wel merken is dat er een evolutie is ten voordele van de huurder over het houden van een huisdier in zijn huurwoning. In principe mag het volgens het artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet verboden worden, omdat het eigenlijk als een onderdeel is van het privé- en gezinsleven. Dat belet niet dat er contractueel geen zaken kunnen afgesproken worden, dus de verhuurder kan het eventueel wel verbieden. Natuurlijk moet de huurder daar dan ook kunnen achterstaan. Houdt hij dan toch een huisdier tegen de wil van de verhuurder, dan zal dat eigenlijk niet als een ernstige contractuele fout kunnen aanzien worden en zal de rechter ook meestal kijken naar de concrete omstandigheden, bijvoorbeeld zware overlast of is het in een appartement of dergelijke. Maar eigenlijk enkel in uitzonderlijke gevallen wordt de huurovereenkomst ontbonden. Er is wel één uitzondering, namelijk als in het reglement van mede ingenomen wordt vermeld dat er geen huisdieren mogen worden gehouden, moet de huurder dit effectief respecteren omwille van het privéleven van de andere bewoners in een appartementsgebouw. Wens je hierover meer te weten, neem dan gerust een kijkje op onze website. Want het gaat immers over het privé... Wat? Over wat? Sorry.